We zullen dit contour eens even super snel optekenen met Tensor om te laten zien hoe makkelijk Tensor wel niet werkt. Ik ga eerst deze lijn tekenen. We zien dat het een symmetrisch product is, dus we gaan maar een vijfde optekenen van het hele contour. De x-waarde is in dit geval volgens de bemating x30. Het begin- en het eindpunt interesseert me niet zoveel. Ik ga een lijn van rechts naar links tekenen, de tweede lijn. Die ligt op een hoogte van 20. Het eindpunt vind ik wel belangrijk. Die ligt op 15. Dus die laat ik daar eindigen. Van daaruit ga ik eerst even de hoek afronden met een radius van 3. En ik heb mijn afronding. Ik ga vanuit daar een lijn onder een hoek maken. In dit geval, hij staat er goed 120 graden. De lengte is eigenlijk onbekend. Nou, laat ik hem maar 10 maken. Oké, daar staat mijn lijn. Die hoek rond ik ook even af met 3. Daar staat mijn afronding. Nu ga ik dit even knippen naar het klembord. Ik breng het weer terug in de tekening door te zeggen van ik wil 5 kopieën hebben. En dat moet verdeeld worden over 360 graden. Oké. En dan staat eigenlijk mijn contour al bijna helemaal. Ik moet hier de hoeken nog afronden. Dus ik ga naar radius toe. 3. Ketting sluiten. En ik wil dat je ook laatst met de eerste afrond. En ik wil dat je alle hoeken pakt. En dan staat eigenlijk mijn contour al. Dan kan ik even snel hier een lijn trekken op 0. En hier op I0. Ik ga even de eigenschappen van de lijn ga ik blauw maken. De kleur met contour. En het is een centerlijn. Oké. Nou, dan staat het eigenlijk weer. Als ik even snel wil bematen, die wil ik bematen. En ja, die wil ik ook nog even bematen. Dan druk ik op de E van enkel. Staat mijn maat erbij. Wil ik even wat afstanden weten. Dan ga ik weer naar teken, bemating, enkel. En dan zeg ik van daar naar daar. En ik wil het van daar naar daar hebben. En ik kan even de maten recht zetten. Hup. Zet ik hem daar nog even neer. Nou, wil ik de hoek tussen deze twee lijnen nog weten. Hup, 120 graden. En mijn tekening is al klaar. Zo snel kun je dus met Tensor werken.